Mijn collega van Financiën om strikt persoonlijke redenen vroeg naar huis gaan. Dus zal ik de beantwoordingen eerste ronde doen namens de regering. Geen probleem, er is één regering. Ja? Ja, dank u wel. Minister heeft het woord. Mag de minister het woord? Ja, nogmaals dank meneer de voorzitter. Ik ga met genoegen in op de vragen die gesteld zijn. De leden Ramsukul en Wang hebben een amendement ter goedkeuring aan uw college voorgelegd betreffende de ontwerpwet houdende nadere wijzigingen van de over de toegevoegde waarde 2022. Uw college heeft dit voorstel in behandeling genomen en diverse leden van uw college hebben vragen gesteld. Voor de beantwoording van deze vragen, met uw goedkeuring, voorzitter, heb ik de vragen geclusterd. En hier en daar zal ik ingaan op hele specifieke vragen. Alvorens dat te doen, voorzitter, wil ik toch wel de volgende opmerkingen maken. De eerste opmerking is dat het onze mening is dat hervorming moet. Een land dat niet hervormt is gedoemd achter te lopen. En wanneer we kijken naar dit voorstel, naar deze wet, dan is dit wel een van de meest ingrijpende structurele hervormingen van de afgelopen 20 jaar en misschien zelf langer, meneer de voorzitter. Ik wil wijzen op het belang van BTW, die dus niet op zichzelf staat. Er komen natuurlijk ook verbeteringen in de sfeer van de loonbelasting en natuurlijk ook in de sociale sfeer. Maar ik wil er bijzonder op wijzen dat wij niet voorbij gaan aan het herverdelingseffect van de belasting toegevoegde waarde, omdat het we allemaal weten, en ik ben blij ook te vernemen van uw geachte leden, dat iedereen zich van bewust is dat de belasting toegevoegde waarde ingevoerd moet worden in Suriname en dat de effecten hiervan alleen maar positief kunnen zijn. En dat het succes hiervan afhankelijk zal zijn van de moeite die we erin stoppen met z'n allen. Het is niet de invoering van die wet die op zichzelf een succes zal zijn, maar het is de kracht die we tentoon zullen stellen en de moeite die we zullen investeren hierin om het goed te laten komen. En we geven toe, meneer de voorzitter, dat de voorlichting veel beter kan. Niet alleen op dit gebied, op vele gebieden. Maar dat zal ook gebeuren. Want wij zijn van mening dat de voorlichting bij zo'n grote ingreep, dat dat niet een incidenteel karakter kan hebben. Voorlichting voor zo'n grote ingreep vooral moet blijvend zijn, moet duurzaam zijn, omdat mensen nooit echt helemaal op de hoogte zijn van belastingmaatregelen. En natuurlijk kunnen we een discussie hebben over wanneer het tijd is om een dergelijke ingreep uit te voeren. We zijn termen bezig van trial and error, maar ik wil het niet zo zien, meneer de voorzitter. Ik denk dat deze hervorming een bewuste, maar vooral gedurfde hervorming is met ingrijpend effect. Meneer de voorzitter, de keus voor het nultarief in de BTW is gemaakt omdat ondernemers dan het recht hebben om de door hen zelf betaalde BTW te verrekenen. Dat is voldoende bekend bij uw leden. Maar daarom is de keuze ook gemaakt om aan bepaalde goederen en diensten een nultarief toe te kennen. Kennen de basisgoederen, ziektekosten, ongevallen en levensverzekering, ziekenhuizen, laboratoria,
kredietverlening, binnenlandse personen en goederenvervoer en andere zaken die zijn meegenomen. En we hebben vandaag aangehoord een aantal hele nuttige opmerkingen hierover. En we zullen niet schromen om na te gaan welke goederen en diensten kunnen worden meegenomen naar de categorie van goederen die in aanmerking komen voor vrijstelling in plaats van het nultarief. Er is gevraagd wat is de stand van zaken van de uitvoeringsbesluiten. Alle uitvoeringsbesluiten die nodig zijn om op 1 januari 2023 de wet te implementeren zijn al af. Wij wachten nu op de aanname van de wijzigingen om na te gaan of de nu reeds opgemaakte uitvoeringsbesluiten aangepast moeten worden of niet. Met betrekking tot de vraag over de overgangsbepaling bij de invoer met betrekking tot goederen in de magazijnen en de omzetbelasting het volgende. Artikel 68, de leden 2 en 4 worden in dit verband gewijzigd. De wijziging houdt in dat de voorraden moeten zijn gevormd uit het inkomen in 2022 en de verrekening van de OB mag in 2023 plaatsvinden met als einddatum de aangifte over het tijdvak van december 2023. Verder is het van belang om hier uitdrukkelijk aan te geven dat deze overgangsbepaling niet alleen geldt voor goederen die zijn geïmporteerd, maar ook voor goederen die in 2022 hier zijn geproduceerd en nu nog in voorraad worden gehouden. Meneer de voorzitter, de toewijzing en uitvoering zal door de Belastingdienst geschieden. Ondernemers die gebruik wensen te maken van deze regelingen dienen daartoe een verzoek in te dienen en dienen bij het verzoek de voorraadlijsten van de stand per 31 december 2022 mee te sturen. Alleen dan zal door de Belastingdienst een positieve beoordeling worden toegekend aan de ondernemers die een aanvraag doen. Voorts hebben vele leden uit uw college gevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de registratie. Op dit moment hebben 515 lichamen en 61 natuurlijke personen zich geregistreerd. Wij verwachten de komende dagen veel meer registraties en de Belastingdienst geeft ook nog de mogelijkheid aan de ondernemers om zichzelf te registreren. En voorzitter, we kunnen ook meedelen dat de Belastingdienst extra inspanningen zal getroosten om die registratie versneld te doen uitvoeren. Maar wij roepen van hieruit de ondernemers op om zich zo snel mogelijk te registreren, zodat het werk ook voor ons verlicht wordt. Meneer voorzitter, er zijn veel vragen gesteld over de awarenesscampagne. De Belastingdienst heeft in dit kader diverse acties ondernomen. Er zijn sessies gehouden met ondernemers, overheidsactoren, particulieren. Er zijn flyers ontwikkeld, folders en videoproducties gemaakt en gedistribueerd. We blijven doorgaan met de awareness en het zal ook geïntensiveerd worden. En ik begrijp, meneer de voorzitter, dat de samenleving nog meer geïnformeerd wil worden. En dat gaan we ook blijven doen. En dat zal dus niet op korte termijn stoppen. Verder zijn er vragen gesteld over de haalbaarheid, waarbij het lid Debbie vroeg om eventueel 3 maanden uitstel. Meneer de voorzitter, de BTW gaat per 1 januari 2023 moeten ingaan. Uitstel van de invoering van de BTW is geen optie meer. We gaan zo goed als mogelijk proberen, we gaan zo goed als mogelijk ons inzetten om deze wet te laten ingaan per 1 januari. Aangezien de wet omzetbelasting vervalt per 31 december 2022, is er geen uitstel van de uitvoering mogelijk.
eventueel uitstel zou overigens een hiaat bij de fiscale inkomsten tot gevolg hebben. En wat dat betreft kunnen we opmerken dat met name het lidparmisser, geacht lidparmisser, dat uitstekend heeft uitgelegd. Meneer de voorzitter, de vraag is gesteld op welke wijze de lokale productie wordt gestimuleerd binnen de huidige wet BTW. Hoewel we aan de ene kant moeten zeggen dat het stimuleren van productie of dat het invoeren van BTW niet per se een instrument is om productie te stimuleren, is het wel zo dat bij de invoering er rekening wordt gehouden met de lokale productie. Bij het samenstellen van de basisgoederenlijst hebben wij ons vooral laten leiden door wat nu de gebruikelijke consumptie is in Suriname. De bescherming van de lokale productie is voor ons derhalve ook prioriteit. Echter moeten we ons aan de nationale en internationale regelgeving over bescherming van de lokale markt houden. Hiervoor moeten wij de juiste procedures inzetten. En we zullen gedurende de evaluatieperiode samen met uw college en andere stakeholders steeds blijven nagaan welke mogelijkheden er zijn om de Surinaamse productiesector verder te ondersteunen. Uw leden hebben gevraagd, heer voorzitter, over de introductie van de 5% brandstofheffing op brandstof en wat het gevolg hiervan zal zijn, onder meer voor elektriciteit in het binnenland. Door brandstof nu te belasten met een tarief van 5%, wordt met name de informele sector zoveel als mogelijk in het systeem binnengehaald. Voor ondernemers heeft dat geen impact, want die blijven hun recht op aftrek behouden. We beseffen wel dat er een doorwerking zal zijn van het BTW-tarief op brandstof, maar om het effect zo minimaal mogelijk te houden, hebben we juist daarom niet gekozen voor het tarief van 10%, maar voor een lager tarief van 5%. Wat betreft de vraag over de incentives van aan de belastingmedewerkers in relatie met de capaciteit van de dienst, kunnen we het volgende zeggen. Op dit moment, meneer de voorzitter, wordt gewerkt aan een incentivesprogramma voor de medewerkers van de Belastingdienst. Ik kan u ook meedelen dat tijdens de regeringsraadsvergadering van morgen het voorstel ook is goedgekeurd. We zijn ook bezig voor de toekomst een structurele oplossing aan te dragen door de dienst semi-autonoom te maken. Dat voorstel zal ook uw college passeren. Kortom, deze oplossing heeft twee trajecten, namelijk op de eerste plaats ervoor zorgen voor een incentive systeem voor de medewerkers van de Belastingdienst, nu, op dit moment, op de korte termijn, en tegelijkertijd werken aan een duurzame oplossing door een nieuwe, moderne belastingorganisatie op te zetten. De opmerking is vaker gemaakt dat bedrijven op dit moment niet in staat zijn BTW in te voeren en de winkeliers die weten niet hoe belasting te innen op hun productie en hoe moet hun kassabon eruit zien. Zoals eerder aangegeven, zal de Belastingdienst doorgaan met haar informatiesessies en ondersteuning aan ondernemers. Dit is ook de nieuwe wijze van klantbehandeling die al is geïntroduceerd bij de Belastingdienst. Op de kassabonnen moet de BTW altijd apart worden vermeld. Verder verwijs ik u naar artikel 27 lid 7 en artikel 28 lid 2 van de wet. Verder is in de initiatiefwet opgenomen dat bij gebruikmaking van het kasregistratiesysteem op de doorlopend genummerde kassabonnen het toegepast tarief dient te worden vermeld.
Leden in uw college hebben vragen gesteld, meneer de voorzitter, met betrekking tot de meeropbrengsten aan de hand van de differentiatievoorstellen in de wijziging. De meeropbrengsten die worden geschat op ongeveer 294 miljoen per jaar. Dit is het bedrag aan BTW na verrekening van de vooraftrek van ondernemers indien de BTW van 5% op de pompprijs wordt berekend. Houdt u er rekening mee dat de lijst van goederen en diensten die onder het nultarief is gebracht, thans is uitgebreid. Aangegeven is door uw geacht college dat circa 12,7 miljoen aan omzetbelasting nu bij de casino's komt weg te vallen. En de vraag is gesteld hoe dat zal worden opgevangen. De vraag is verder ook gesteld, zijn we onszelf niet aan het benadelen en gaan we dus niet minder opbrengsten krijgen. We kunnen u meedelen, meneer de voorzitter, dat dat niet het geval zal zijn, omdat de BTW in de plaats zal treden van de omzetbelasting en alle andere activiteiten van de casino's, zoals hotels, spijzen en dranken en andere activiteiten, zijn wel BTW-plichtig. De vrijstelling geldt alleen voor de gelegenheid tot deelname aan de hazardspelen. Daarnaast is het uw college bekend dat onder uw hamer ligt een verhoging van de casinobelasting. De vraag hoeveel OB-plichtigen er zijn en hoeveel er dus nu geregistreerd staan, kunnen we als volgt beantwoorden: dat we aan OB-plichtigen op dit moment een bestand hebben van 10.000. Echter moeten we toegeven dat de zuiverheid van dit bestand niet optimaal is vanwege vervuiling van het systeem. De dienst zal heel binnenkort opstarten met de verschoning van het systeem. Op de vraag hoeveel de verzekeringsmaatschappijen betaald hebben op grond van hun egalisatiereserve kunnen we het volgende aangeven. De verzekeringsmaatschappijen hebben vrij weinig betaald bij het vervallen van de egalisatiereserve. Ze hebben voor hun bedrijfsvoering andere technische voorzieningen gevormd. Verder is er gevraagd dat er is aangegeven, meneer de voorzitter, dat er nog steeds stichtingen in de vermogensbelastingwet voorkomen en waarom de vermogensbelasting niet per direct kan worden gewijzigd. We kunnen u meedelen dat de wijziging van de vermogensbelasting bijzondere aandacht heeft van de regering. We zullen derhalve het voorstel van het lid Etnel meenemen en verder uitwerken. Ook de vraag die werd gesteld over de government take, voorzitter, daar willen we heel kort op antwoorden, dat er dus op dit moment geen sprake is van government take. Dit omdat de overheid de brandstofprijzen nog steeds subsidieert, welke dus een extra zware druk legt op de overheidsbegroting. En de vraag wat de status is van de fiscale fraudedienst. Deze dienst, meneer de voorzitter, is reeds opgezet en een aantal zaken zijn nu reeds in onderzoek bij de fiscale fraudedienst. Even. Dat zijn de vragen die wij die zijn gesteld en die dus daarnet zijn beantwoord. Meneer de voorzitter, we hebben heel aandachtig geluisterd naar uw geacht college, naar de opmerkingen van de leden. En we zijn van mening dat er hele nuttige opmerkingen zijn geplaatst en vragen. Echter vragen wij u om ons de gelegenheid te geven om deze vragen en opmerkingen mee te nemen naar de volgende ronde. Waar